Eerst maar eens even snel kijken naar de hoogtepunten, de meest opvallende momenten van die wedstrijd. Dit is Stekelenburg, die van de Sarveving, die iemand torpedeert. Het is een strafschop, dat ziet ook Van Basten, voor de Zwitsers al snel in de wedstrijd. En verdiend wordt het knalhard door Barnetta 1-0. Ze gaven druk, ze speelden redelijk aanvallend. Nederland begon mat, begon matig. Dan de tweede helft, met weer de Zwitsers in de aanval. Zwitsers die gastheer zijn samen met Oostenrijk volgend jaar bij het EK. En weer is het die Barnetta die laat zien dat hij hard kan schieten. 2-0 voor die Zwitsers. Dit is de 51ste minuut. En dat is toch wel om somber naar te kijken. Maar dan, 30 seconden later, Babel ingevallen, Kuit ingevallen, 2-1. Dan is er hoop. Dan wordt er gedacht, gaat Nederland nu voetballen, doordrukken? Wordt het nog aardig? Nee, niet voor Nederland, want ze krijgen nog wel kansjes. We hebben Babel die vanaf links acteert en dan graag naar binnen trekt. We hebben als invaller ook nog onder meer Seedorf, maar die drukt hem hard naast. En daardoor blijft het 2-1 in het voordeel van de Zwitsers. Dan heeft Nederland dus verloren deze oefenwedstrijd. De laatste oefenwedstrijd in de richting van een reeks belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden van Oranje.